Hallo allemaal, hartelijk welkom bij wederom een video in onze serie Lightburn voor beginners. Deel 12 vandaag. We zijn er bijna doorheen. Je hebt gemerkt dat het best sommige mensen momenten best wel een lastige training is, ook voor mij, om de simpele reden dat lang niet alle functies die Lightburn biedt worden door mij gebruikt. Ik zeg niet dat ik daarna geen video's meer over Lightburn maak, maar dan zullen het meer specifieke onderwerpen zijn. Onderwerpen als van hoe kan je bijvoorbeeld een mal maken voor als je iets hebt wat je meervoudig wilt lezen. Dus meerdere keren hetzelfde ding. Stel je hebt balpennen en je wilt al die balpennen lezen. Hoe doe je dat dan? Maar de training die wij nu aan het doen zijn is simpelweg bedoeld om je te laten kennismaken met de functies, de belangrijkste functies die Lightburn biedt. En daar zijn we vandaag aan deel 12 aanbeland. En daar gaan we aan beginnen. Ik wens u toch alvast vooraf, want er zal geen nieuwe video denk ik meer komen. Misschien nog wel, dat weet ik nog niet zeker. Maar ik ga jullie toch in elk geval vast een heel fijne jaarwisseling toewensen. Nog 2 dagen en het is 2022. Ik kan er niet op wachten als ik eerlijk ben. 2021 was geen goed jaar. Althans voor mij niet. Maar dat geeft niks. Ik wens jullie alvast een hele fijne jaarwisseling en heel veel plezier bij deel 12 van de training Lightburn voor beginners. Daar. Zo, daar zijn we dan weer in Lightburn voor deel 12 van onze training. Ik weet niet of je je kunt herinneren, de vorige deel, vlak voor de kerstdagen, hebben we ons bezig gehouden hier met deze hier, die snijden en lagen. Dat was misschien wel het belangrijkste venstertje wat we hier aan die rechterkant hebben staan. Ik heb ook aangegeven dat we niet alle vensters hier hebben staan. Tenminste, ik niet. Ik gebruik ze niet allemaal. Je ziet dat er een aantal dingetjes uitstaan. Rangschik lang, nog nooit gezien. De camerabediening, ik gebruik geen camera. Bestandenlijst vind ik niet zo super belangrijk. Variabele tekst eigenlijk ook niet. Al heb ik daar wel van de week een hele leuke Engelstalige video over gezien. En even een klein beetje een tipje van de sluier daarover oplichten. Het is zeker geen beginnersfunctie, daarom ga ik hem ook niet behandelen. Maar hij is ervoor als jij bijvoorbeeld, ik noem maar iets. We hadden net al even over die balpennen. Stel je hebt balpennen en je wilt die balpennen nummeren. En je wilt zeg maar dat er een soort van serienummer op staat. Nou, dat zou je op balpennen niet zo gauw doen, maar dat kan met andere dingen wel. En dat kan je met variabele tekst. Je kunt hem dan zo instellen dat hij van 1 tot 100 moet tellen. Dus iedere keer als jij een kopietje van die tekst maakt, gooit hij de 1 bovenop. Dan is het 001 en 002 en 003 enzovoort enzovoort enzovoort. En dat is die leuke van die variabele tekst. Welke ik ga behandelen vandaag zijn de 3 die naast snijden en lagen staan. Oftewel verplaatsen, bedieningspaneel en objecteigenschappen. Ze zijn niet allemaal even belangrijk. Desalniettemin zijn er wel dingen die je ervan moet weten of die je ervan kunt weten. Begin met verplaatsen. Nou, ik kan het niet gebruiken op dit moment, want ik heb op deze laptop geen laser aangesloten. Maar op het moment dat je hier je laser op aangesloten hebt, kun je om te beginnen hier in het midden, daar waar die pijltjes en dat huisje staat, kun jij de laserkop bewegen naar links, naar rechts, van voor naar achter. En dat kan je doen met de instellingen zoals ze rechts staan. En daar staat dat de afstand iedere keer als je knop drukt is 10 mm, dus over centimeter. De snelheid waarmee die dat beweegt is 6000 mm per minuut, dat is supersnel. Maar dat mag ook, dat is verder geen probleem. En de z-speed is 600. Nou, die z-speed die kan je vergeten, want dat is dus een speed. Z is omhoog en omlaag. Die werkt niet bij een diodelaser zoals wij die hebben. Die heeft geen omhoog en omlaag, althans niet een aangestuurde omhoog en omlaag. Het omhoog en omlaag wat zo'n diodelaser heeft, dat doe je eventueel, zoals in mijn geval met die auto, met een stelschroefje aan de rechterkant, om die kop omhoog en omlaag te halen en dan met een cilindertje eronder te zetten, waardoor die gefocust wordt. Maar zou je nou een CNC-router gebruiken, freesmachine, dan zul je daar wel de kop omhoog en omlaag kunnen bewegen. En dan is dat de snelheid van, van het bewegen van omhoog en omlaag. En dat is in dit geval 600 mm per minuut. Ik heb een stukje overgeslagen daarboven. Daarboven staat positie ophalen. Als je daarop klikt, wat de laser dan doet, of wat het programma dan doet, die gaat zeg maar ophalen van waar staat nu op dit moment die laser.
Ik heb daar een hele leuke uitleg over gezien van de Louisiana Hobby Guy. Dat is een Amerikaan die een hele goede uitleg geeft over Lightburn. Beter als ik dat doe, dat is één ding wat zeker is. Maar wat erg interessant is, wat hij bijvoorbeeld vertelt. Stel jij homed jouw laser. Hè? Dus in een van de fencers, dat is niet in de fencers die we vandaag behandelen. Maar in de volgende les, dan zullen we zien dat we ook de fencers voor de laser zelf behandelen. En daar kun je die laser terugzetten naar zijn home positie. Nou, zijn home positie is in principe de positie 0000. Hè, zoals je hem daaronder ziet staan. Naar positie verplaatsen, x 0,00, y,00. En dat is afhankelijk van wat je instelt. En ik zal je even dat scherm van die laser laten zien. Dat is een van die venstertjes hieronder. Dat is deze hier, die laser. Kijk, daar kan jij aangeven of die absolute coördinaten moet hebben. Of dat het door de gebruiker ingegeven coördinaten moeten zijn. Of dat het de huidige positie moet zijn. Nou, dat is één stukje. Een ander stukje wat hierbij hoort, en dat kunnen we zien aan dat groene stipje hier links onderin, dat is dat je in de settings, als het goed is, en dan moet ik heel even kijken waar die precies staat, ik denk bij de machine settings, heb jij daar in het midden die origin, die vier stippen, je hebt aangegeven dat zijn homepositie linksonder is. Zie je dat? Dus de homepositie is linksonder, dat is dan ook 0000, en als we teruggaan naar het venster waar we waren, nou, dat is dan positie verplaatsen 0,0,0,0. Zou je hem naar home toe zetten, dus met die laser, dat laservenstertje wat we in de volgende les gaan behandelen, dan zou die dus op 0,0,0,0 moeten staan. Maar wat nou als, door wat van reden dan ook, dat een beetje verspringt en jij denkt dat die op home staat, dan zal die dus waarschijnlijk beginnen te lezen op een plek waar jij niet wilde dat die begon te lezen. Nou, dat kan je dan dus checken door in dit venster bij positie ophalen. Als je daarop klikt, moet ook daar 0,00, 0,00 staan. Want dat is dus een absolute homepositie. Daarmee kun je vaststellen op welke positie de laserkop staat. Om het heel extreem te maken. Stel dat jij in Lightburn iets tekent. En jij tekent het zo dat de linksonderste hoek, ik noem maar wat, de linksonderste hoek is vaak een hele interessante hoek om de laser te laten beginnen. Maar stel jij weet precies dat je die linksonderste hoek op coördinaat 100, 100 zet. Dan kan je ook simpelweg zeggen van weet je wat, ik verplaats hem met die knoppen daaronder naar positie 100, 100. Dan weet ik zeker dat die op de startplek staat waar die begint te laseren. Ja, er zijn heel veel manieren voor om dat te doen. En maar je kunt dus zeg maar met dit scherm kan je die laser verplaatsen naar een specifieke positie. Je kan ook via positie ophalen vaststellen van waar die laser nu staat. De knop uitvoeren is als jij een positie invoert van 100, 100. Het is 100 op y, x en 100 op y. En ik druk op uitvoeren, dan doet hij dat. Moet ik dus op uitvoeren drukken. En je kunt posities opslaan. Nou, ik zelf gebruik het nooit. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als je dat apparaat nog meer gaat gebruiken als ik, want dat is vrij lastig, want ik gebruik hem vrij veel, maar dat geeft niet, het zou kunnen, dan zou je zeg maar posities kunnen gaan opslaan. En je zou kunnen gaan zeggen van lijststenen onderzetters start ik altijd op die positie en dan wil ik dat hij daar naartoe terugkeert. Nou, zo zie je, zo kan je dat doen. Daaronder hebben we dus dat stuk van dat jij de kop kunt bewegen. Het huisje in de midden is de home positie. De vier andere op de hoeken, de linksompijl en de rechtsompijl, nou, kwestie van erop gaan staan met je muis, verplaatsen als negatief. Ik ben nog niet tegengekomen dat het handig is, maar ik heb al wel eens een keer iemand daar op een forum over gezien, dus klaarblijkelijk is er af en toe wel een behoefte om dat te doen. Ik heb geen idee in welke situatie, maar daar moet ik dan eens een keer tegenaan lopen. En datzelfde geldt dan voor het verplaatsen in een als positief. Oké. Okay. Dan hebben we die twee daar onderin. Dit is ook heel handig, hè? Dat noemen ze labels, hè? Wat je daar ziet. Hè? Dat verplaatsen als positief. Dat is best heel belangrijk om te weten dat, de meeste programma's dat hebben. Want als je dan niet weet wat de knop doet, dan is het een kwestie van je muis erop te zetten. En dan kan je dat gaan doen. Nou, deze twee, die zie je verplaatst Z. Dat is dus inderdaad die Z als van als je een CNC-router freesmachine hebt, om dan de kop naar boven en naar beneden te doen. Die gebruiken we dus niet bij een diodelaser, maar wel eventueel bij een CNC-freesmachine. Onder dan zien we nou ook weer een aantal dingen staan. Origineel instellen, origineel wissen, eindpositie instellen. Nou, stel ik wil voor deze specifieke job een originele positie instellen. Dus een huidige positie, de nulpositie maken. Dus dat wil zeggen dat ik dan moet bewegen naar een bepaalde plek. Daartoe pak ik deze knop hier, die met dat, ja, dat is een beetje het Google Map symbooltje van een locatie.
En als ik dan ergens klik, zal de laser daar naartoe bewegen, dat zie je niet. Maar vervolgens kan ik hier gaan zeggen van nou, dat wil ik als origineel ingesteld hebben. Dat wil ik als nul positie ingesteld hebben. Nou, dat kan dus soms handig zijn. Ja, nogmaals, dit is een manier hoe je ermee omgaat hoor. Ik zelf gebruik het niet. Om die positie weer te wissen, klik je op origineel wissen. Dat is ook makkelijk. En het eindpositie instellen, dat is van als de laser terugkeert nadat hij klaar is met snijden of engraven, waar moet hij dan naartoe terugkeren? Je ziet al, standaard is dat de oorsprong is 0, 0, oftewel links onderin. En dat heeft dus te maken met die machine-instellingen die we net zagen, waarvan we gezegd hebben dat de origin links onderin is. Ja? Het is een venster wat je niet veel gebruikt, op iets heel belangrijks na. En dat komt eraan. Ik pak eerst even aan de linkerkant. Stel, start vanaf het nulpunt van het apparaat. Dat wil zeggen dat hij altijd op 0.0, 0.0 begint. Dat wil waarschijnlijk ook zeggen, ik heb daarom het ook niet ingesteld, dat zeg maar eigenlijk je object altijd links onderin moet liggen. Vind ik niet zo heel praktisch, want daar zit ook het bedieningselement van deze laser. En dat wil wel eens in de klem komen. Dus ik zit liever wat meer op het midden van het bed, dan dat ik mijn laseractiviteit start links onderin, waar ook de nulpositie van het apparaat is. En dan komt het belangrijke. Hij staat hier niet goed hoor. Het vermogen zou ik daar op 1 zetten. En de knop Fire die zou zichtbaar moeten zijn. Als die niet zichtbaar is, lieve mensen, maak hem zichtbaar. Waar doe je dat? Dat doe je weer bij bewerken machine-instellingen. En dat is dan hier degene die zet de ontstekingsknop van de laser aanzet. Dat is aan de rechterkant naast dat grote witte venster. Bijna halverwege. Ontstekingsknop van de laser aanzetten. Ah, is dit nou zo interessant voor, lieve mensen? Overigens is dat dus waarom die fire button er zit. Het kan zijn dat je het programma even opnieuw moet opstarten, dat die fire button niet getoond wordt nadat je die machine-instellingen hebt veranderd. Moet je even Lightburn afsluiten en weer opnieuw opstarten. Op 1% zetten, want op 0% doet hij niets. Nou, wat doet dit knopje? Als ik die op 1% zet en ik druk op de fire button, dan komt er een laserpuntje te staan, daar waar die laser op dat moment zich bevindt. Dat kan je natuurlijk heel goed gebruiken om een object wat je op je werkbed hebt liggen uit te richten. En dus ik zelf bijvoorbeeld begin over het algemeen links onderin, vooral als ik vierkante object heb. De meeste van de dingen die ik tot nu toe doe zijn vierkant of rechthoekig, net naar gelang. Maar dan begin ik linksonder op de vierkante plaat die ik bijvoorbeeld wil snijden. Nou, wat is er dan makkelijker als ervoor te zorgen dat dat stipje precies linksonder in het hoekje van dat houten plaatje zit. Want dat laat die fire button zien dat de positie die die laser op dat moment heeft, dat die door die fire button getoond wordt. Nou, ik doe dat nog op een iets andere manier. Wat ik doe, en dat is ook weer een knop die we eigenlijk pas tegenkomen bij moment dat we met die laser gaan werken, dus ik heb even dat venstertje van die laser nog aanstaan hieronder, waar we net ook even waren. Dan zie je daar een kaderbutton. We hebben geleerd in die snijden en lagen training de vorige keer, dat je lijnen kunt maken op een toolpad, weet je, die T1 en die T2 die je daar onderin ziet staan. Ja, dat oranje en dat blauw. Als ik een toolpad maak, dus ik kijk een rechthoek of een vierkant of wat dan ook, hoppatee. En ik zet die op het toolpad, de T1, dan wordt die niet gelaserd. Dat konden we zien bij snijden en lagen, want er is geen output. Maar op het moment dat ik ga zeggen kader, dan moet er natuurlijk de laser aan hangen. Hè? Wat de laser dan doet, is hij gaat naar deze positie en hij trekt hier een vierkantje omheen. Maar hij laat dat nog niet zien. Hij heeft dus geen laser aanstaan. Hij trekt een vierkantje hier omheen. 1 keer. En omdat hij linksonderin begint, stopt hij hier. Ja. Als ik nu die fire button aanzet, die hier bij verplaatsen staat, dan zal die dat hele kleine stipje zal die hier in die hoek laten zien. En op die manier, dus als die vorm hier, die rechthoek, de vorm heeft van het materiaal wat ik daarop heb liggen, dan hoef ik dus alleen maar te zorgen dat die rechthoek precies in dat hoekje, dat lampje erop schijnt, dat laserlampje. En dat is maar 1%, dat brandt niks, maar dat is alleen maar een soort van indicatielampje op dat moment. Daarna doe ik nog wel kaderen, maar daar kom ik de volgende keer op terug, want dat moet je wel met de shift-toets ingedrukt doen. Want op dat moment gaat hij nog een keer een vierkantje trekken, maar nu met de laser aan. En dan weer op die 1%. En dan kan je precies zien of die lijn nou keurig over dat lijntje gaat lopen, of in één keer hier naar boven toe gaat bijvoorbeeld. Dan ben je gewoon je object niet recht liggen.
Of je tekening is niet waterpas, zeg maar, als het ware niet recht. Nou, in dit geval in een rechthoek zal die heel gauw recht zijn. De fire button is dus best een hele belangrijke functie, want daarmee kan je precies, als je zeg maar weet dat die laserkop op de beginplek staat, kan je perfect je materiaal uitlijnen. Oké, dat was het venster verplaatsen. Gaan we naar het venster bedieningspaneel. Ja, zul je zeggen, dat is niet veel hè, wat hier staat. Nee, dat klopt. Ik weet ook helemaal niet wat die macro's doen en dat soort dingen meer. Maar één ding is hier zeker. In dit paneel kan ik een aantal settings die op het moederbord van de laser zitten, kan ik veranderen. En dat niet alleen. Ik kan ook zien als er een foutmelding komt waar die foutmelding over gaat. En dat zien we daar op dat verhaal wachten op verbinding. Daar staat nu niks, want hij wacht op verbinding met die laser en die zit er niet aan. Maar ik geef een heel klein voorbeeld. Mijn Ortho Lasermaster die heeft een anti-stootbeveiliging. Dus als iemand daartegen aanstoot, dan stopt die laser gewoon klaar. En dat is niet pauzeren, dus je kunt niet zeggen, ga maar verder op diezelfde plek. Nee, je moet dan opnieuw beginnen. Dat is natuurlijk uitermate frustrerend. Nou, als je daarop gaat teruglezen op het internet en in YouTube-filmpjes en gewoon in handleidingen, dan zul je zien dat je die setting in kunt stellen. Die setting waarmee die reageert op die tik, zeg maar. En die kan je zelfs zo instellen dat die uit is. Ja, dat zou ik persoonlijk niet doen, maar wat ik bijvoorbeeld wel gedaan heb, dat heb ik gewoon gemerkt, ik heb zeg maar die gevoeligheid van die sensor, die heb ik een heel stuk verlaagd. Ja, eigenlijk verhoogd, het cijfer is verhoogd, maar daarmee verlaag ik de sensorgevoeligheid. Waarom was dat nou belangrijk? Ik had tekst die hij aan het lezen was en dan heeft hij een stukje gelezen en dan moet hij weer verder springen naar een andere plek. En die beweging die veroorzaakt een soort van resonantie in die laser. En die resonantie, als de tafel waar die op staat of de werkbank waar die op staat niet zo super stevig is, die leidt er op een enig moment toe dat die laser zegt van ja, ik heb motion detection geactiveerd, dus ik ben ermee gestopt. Ja? Nou, dat kunnen veranderen van die commando's, dat kan je hier met die type commando's hier. En je kunt het nu natuurlijk niet zien, maar hier kun je door middel van dollartekens en dan de juiste waarde. Ja, dat is allemaal op het internet terug te vinden, kan jij dus bepaalde settings van de laser veranderen. Dat moet je niet zomaar willen hoor, pas op daarmee. Want tot nu toe de enige die ik van deze laser veranderd heb, is echt alleen maar die setting met die gevoeligheid van die sensor bij wijze van spreken. Maar de andere reden waarom dit dus een belangrijk venster is, omdat hij hier ook zal laten zien de foutmelding. En je wil niet weten, als je op de Facebookgroep komt van bijvoorbeeld Ortoer, dan lach ik me dood. Van hoe vaak ik in de week niet weer een plaatje tegenkom. Mensen, oh, problemen met mijn laser. En dan komt er een plaatje. En dan staat er ergens in die tekst die dit venstertje vult, staat bovenin, motion detection triggered. En het antwoord is iedere keer weer hetzelfde. Mensen zoeken ook niet natuurlijk. Ja, of natuurlijk. Maar goed, de meeste mensen zoeken niet. Ja. En die zullen dan erachter komen, oh ja, dat ding heeft motion detection. Dus met andere woorden, of ik ben tegen die tafel aangestoten, of er was een aardbeving. Ik noem maar iets, hè. Nou, daarom is dit venster belangrijk. Dit venster vertelt jou iets over wat is er aan de hand. En ik kan settings op het moederbord van het apparaat veranderen. We gaan naar het derde venster. De laatste van vandaag, de objecteigenschappen. En het is een heel grappig venster eigenlijk. We zien er nu wel dingen staan, maar dan ga ik eventjes hier dat vierkantje weggooien wat ik gemaakt had. Of dat rechthoekje, sorry, het is geen vierkantje, niet liegen. En op dat moment zien we dat hij weer die objecteigenschappen ook leeg is. Dus hij heeft dus betrekking op de dingen die ik hier teken. Ja? Oké, nog een keer opnieuw een rechthoekje. Toevallig omdat hij nog op die toolpad hier staat, maakt hij hem oranje. Maar dat maakt, ik zal hem even zwart maken. Je ziet daar ook wat aan veranderen. Zie je dat? Als ik hier kijk, die toolpad, zie ik er vier dingen staan. Verander ik hem nu naar zwart of naar een andere kleur, dan krijgt hij in één keer andere zaken. En dat zal dan ook nog weer te maken hebben. Daar moet ik ook nog even naar kijken. Hij staat nu op vullen. En bij vullen hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 waardes. Wat nu als ik hem op vullen en lijn ga zetten? Dan heb ik ook nog 6 waardes. Oké. Maar goed, dat zou dus ook nog uit kunnen maken in welke setting die zwarte lijn nu staat, zeg maar. Nou, even in die zwarte lijn blijven. Wat krijgen we daar dan te zien? We krijgen aan de prioriteit van de snijvolgorde te zien. Stel, een snijvolgorde, ik lees het gewoon even letterlijk, ik gebruik het nooit,
Maar ik neem dus aan dat het te maken heeft met echt met snijden en niet met graveren in dit geval. Dat is wel raar, want we hebben die zwarte laag op vullen en lijn gezet. En lijn in dit geval is vullen en lijn niet snijden. Dat is zeg maar een letter met een leuk randje eromheen maken, zeg maar, even zo zeggen. Hier zou je dus prioriteit van de snijvolgorde moeten kunnen instellen. Dat wil zeggen, als ik meerdere objecten heb, kan ik zeggen van dit moet het eerste, dit moet het tweede, dat moet het derde. De vermogensschaal 100. 100%. Ja, pas op. 100% van, nou komt die, van wat ik hier bij snijden lagen ingeef. En dat is 40. Ja? Dus met andere woorden, het is echt niet zo dat die objecteigenschappen, zeg maar, die snijden lagen overroelt. Dat zou ook heel erg zijn, want dan brandt die laser dus altijd op 100%. Want dan kan je instellen wat je wil. Nou, dat is dus niet zo. Het is 100% van die 40%. Daar zou je dus nog mee kunnen spelen. Maar van de andere kant vind ik dat een complete onzin. Want dat kan je in die power scale al. Dan kan je het vergrendelen, zodat het niet meer aanpasbaar is. Ja, ik zie er de zin niet van. Maar goed, dan de breedte en de hoogte staan hierin gegeven. Dus hij is 166 mm breed bij 97 mm hoog. Nou, dat zien we ook op die balk hier bovenin. Naast dat slotje, weet je nog, die hebben we ook behandeld. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat we daar zien. En de hoekradius is 0. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat het een rechthoek is. Nou, gaan we even kijken of we dat een beetje kunnen simuleren. Dus ik gooi dit weg. Jo. En dat weg. En dan ga ik eens even kijken of ik iets kan tekenen. Zo. En nou ben ik even benieuwd. Want we zien dus geen objecteigenschappen. Het is dus gelijk ik overgeven. Ik moet ook nog niet liegen, want ik heb het niet geselecteerd. Ah, kijk. Objecteigenschappen. Of zie ik hier ook weer die hoek niet? He, dat is dus wat die hoek daarin doet. Niet helemaal duidelijk, maar ik zal zo eens kijken bij de veelhoek. Want als bij de veelhoek krijgen we meer te zien. Maar ook hier kan ik weer de snijvolgorde, of die vergrendeld is en zijn vermogensschaal. Weer hetzelfde laag in het pak dus. Even diegene met die meer vormen, dat is deze. Dit was in dit geval 6. En dan kunnen we hier gaan zien dat ik die prioriteit, die vermogensschaal, die vergrendeling, de breedte, die is 157. En een halve millimeter, hoogte 144 en 5, elke halve millimeter. En hij heeft 6 zijkanten. En dat kan ik gaan veranderen. Dus ik kan van die 6 zijkanten, let op wat er met de figuur gebeurt, kan ik er ook meer van maken, zodat het een veelhoek gaat worden. Ik zie hier overigens niet weer die hoek in staan. Dus die hoek, dat is me nog even een, daar wil ik toch nog heel even naar kijken of ik dat nog kan simuleren voor je. Dus ik pak weer even die rechthoek. We hadden hier namelijk die hoekradius. Dan moet ik hem eerst gaan selecteren. Ja, maar dan krijg je, daar verander je eigenlijk niks mee, hè, want die hoekradius blijft hetzelfde. Als ik hem nou ga draaien, misschien dat er dan iets... Nee, dat blijft nog steeds hetzelfde. Het enige wat ik me nu zou kunnen voorstellen, en dat zal dan waarschijnlijk ook wel de oorzaak zijn, weet je nog dat we hier, dit noemen ze eigenlijk in het Engels een chamfer button, waarbij je zeg maar die hoeken af kunt ronden. Als ik die nu pak, en ik ga dan, oh, dan moet ik eerst hem selecteren. Sorry, die selecteren, dan die nemen, op het hoekje klikken. Even alle vier doen. Dan weer naar de selectieknop toe. Ja, en het grappige van het verhaal is dat dan die hoekradius weer weg is. Zie je dat? Ik weet eigenlijk niet heel goed wat die hoekradius daar doet. Goed, dat is weer iets dat kunnen we uitvinden op enig moment. Maar zoals al eerder gezegd, als ik het niet gebruik, is de kans dat u het gebruikt ook relatief klein. Ik zeg niet dat u het niet zult gebruiken. Maar er moet ook nog wat te leren zijn over het programma. En dat geldt voor mij net zoals voor u. Want dat merk je ook. Ook ik heb niet alles onder de knie van het programma. Dit, lieve mensen, was deel 12 van de training. In deel 13 gaan we ons bezighouden met de drie vensters hier onderin. En dat zijn drie belangrijke vensters. Alle drie. Dus misschien moet ik het nog wel opsplitsen ook. Dat zullen we wel zien. Denk het niet, maar ik weet het niet. We gaan het zien. Dat is de volgende die ik ga doen, dat is les 13. Ja, tot de volgende keer. Fijne jaarwisseling. En tot we elkaar gezond en wel weer terug mogen zien in 2022 bij training nummer 13. Nog even een mededeling in eigen
zaken. Waarschijnlijk nog voordat we dat 13e deel gaan doen, zal ik de rotary tool van mijn Arthur binnenkrijgen. En ik heb besloten dat ik dat via een livestream ga bouwen. In alle rust, waarin je ook lekker tegen me aan mag kletsen, gewoon in de chat. En ik probeer antwoord te geven op je vragen. Ik weet nog niet precies wanneer dat is, maar houd mijn YouTube-kanaal in de gaten. Want ik ga daar posten, zodra als ik weet wanneer DHL komt. En dan kan ik ook een inschatting maken van, dan ga ik het op die dag doen, snap je? Dat wil nog niet zeggen dat ik hem die dag gelijk in actie neem op video. He, wel dat die werkt, want daar valt een boel aan in te stellen. Dat zal ik proberen allemaal zoveel mogelijk mee te nemen. En ook daar zal ik zelf waarschijnlijk een video ernaast moeten houden, maar dat zien we vanzelf wel. En dat zit denk ik nog voor deel 13 van de training. Zo niet, dan is deel 13 eerder, dan zit hij er net na. Want hij is inmiddels aangekomen in Luxemburg, dat weet ik. Dan is het dus een vraag hoe snel ze bezorgen. Nou, voor vandaag. Dank je dat je er was. Leuk dat je het gevolg hebt. En tot de volgende keer. Fijne jaarwisseling. En gezond 2022 gewenst. Dag.